Ronald Molendijk helpt André Hazes junior met juridische bijstand in strijd tegen moeder Rachel, schofterig. terug. De spanningen tussen André Hazes junior en zijn moeder Rachel Hazes lopen hoog op nu zij heeft geprobeerd de artiestenaam van haar zoon af te nemen. Rachel heeft een juridische sommatie gestuurd waarin zij eist dat André stopt met het gebruik van de naam André Hazes zonder de toevoeging junior. Dit drastische besluit is volgens muziekkenner Ronald Molendijk niets minder dan walgelijk. Hij deelt zijn afkeuring openlijk in het programma Show Nieuws en geeft aan dat hij onmiddellijk contact heeft gezocht met de zanger van hits als Leef en Ik Leef Mijn Eigen Leven. Het is gewoon om te kotsen. Aldus een verontwaardigde Ronald. Ik heb André vandaag gesproken en direct een topadvocaat aangeraden. Zo'n bloedhond die er alles aan zal doen om hem te helpen in deze juridische strijd. Ik weet hoe belangrijk juridische bescherming is in de muziekindustrie, waar zaken als auteursrecht en merkrecht vaak voor grote problemen kunnen zorgen. Wat er nu gebeurt is buitengewoon lelijk en ongekend in de familie Hazes. De situatie weegt zwaar op André, zegt Ronald. Tijdens ons gesprek merkte ik hoe diep deze kwestie hem raakt. Dit gaat verder dan de gebruikelijke familieruzies die we misschien gewend zijn rondom de naam Hazes. Het raakt hem echt persoonlijk en ik vind het gewoon vreselijk dat het zo ver heeft moeten komen. Hij benadrukt dat het schrijnend is om te zien hoe moeder en zoon op zo'n vijandige manier met elkaar omgaan. Het is werkelijk schoftig als je zo omgaat met je eigen kind. De absurditeit van deze situatie dringt pas goed door als je midden in het verhaal zit. Ronald begrijpt niet hoe een moeder dit haar zoon kan aandoen en haalt daarbij een persoonlijke ervaring aan. Ik heb het geluk dat ik een warme en liefdevolle band heb met mijn ouders. Als ik aan mijn moeder denk, dan denk ik alleen maar aan liefde. Deze situatie is zo ver verwijderd van hoe een ouder-kindrelatie zou moeten zijn. Het is echt voer voor een psychiater. Ik walg hier gewoon van. Het conflict tussen Rachel en André doet velen de wenkbrauwen fronsen, maar voor Ronald is het duidelijk dat de grenzen zijn overschreden. Hij doet een oproep om geen deel meer te nemen aan het versterken van Rachels financiële positie en suggereert zelfs een boycott van Holland Sint Hazes. Het jaarlijkse evenement dat in het teken staat van de liedjes van André Hazes SR. Ik ben serieus van plan om met een spandoek voor de deur te gaan staan en mensen te waarschuwen, ga niet naar binnen. We moeten een signaal afgeven dat dit gedrag niet getolereerd kan worden. Het lijkt erop dat de juridische strijd tussen André Hazes junior en zijn moeder nog maar net is begonnen. De impact van deze familieruzie gaat veel verder dan alleen een kwestie van een naam, het raakt aan de fundamenten van vertrouwen en familiewaarde. Terwijl Rachel vasthoudt aan haar eisen, krijgt André steun van zijn vrienden en kennissen, zoals Ronald Molendijk, die zich inzetten om hem door deze moeilijke tijd heen te helpen. De komende maanden zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid brengen over de afloop van dit bitter familiedrama.